Jongens, meiden, even opletten alsjeblieft. Zorg even dat je oplet. Milene zat dus ook op deze school. Al een hele tijd geleden wel. Super fijn dat je er bent, dankjewel. Milene, ga je gang. Oké, dankjewel. Hi, hallo allemaal. Hallo? Hallo, even koppen dicht allemaal. Hi, hallo allemaal, ik ben Milene. Nou, zoals jullie leraar net al zei, ik heb hier zelf ook op school gezeten. En ik ga iets vertellen over mijn leven, mijn carrière, mijn studie. Ik ben dus heel lang bedrijfsjurist geweest. En daar heb ik werkelijk waanzinnig veel geld verdiend. Echt, maar echt waanzinnig veel geld. Maar dat geld heb ik voornamelijk gebruikt om drank te kopen, drugs te kopen. Ja, een beetje te gokken. Ik heb eigenlijk alles over de balk gegooid. Dus dat is op. Geld is op. Nou ja, hartstikke jammer. Jammer de bammer. Niks meer aan te doen. Dat was dat. Maar jongens, luister. Wat ik jullie wil vertellen over drugs. Over cocaïne, GHB, LSD, MDMA. Nou, noem het allemaal maar op. Ik heb het allemaal gedaan. Ik heb het allemaal gedaan. En het is heerlijk. Het is echt geweldig. Drugs zijn echt fantastisch. Maar gebruik nooit te weinig drugs. Nooit te weinig. Liever te veel dan te weinig. Want te weinig voel je niks van. Zonde, weggegooid geld, weet je wel. En wissel vaak van dealer. Want dealers echt waar die naaien waar je bij staat. En dan weten ze, oké, die komt toch wel weer terug. En dan versnijden ze je. En dan vraag je natuurlijk, ja, maar hoe kom ik dan aan het geld? Nou, eerst verkoop je gewoon je tv, dan verkoop je auto, dan verkoop je huis. Nou, is dat allemaal op? Is er maar één optie mogelijk en dat is bestelen en hoeren. Tot hier, Milene. Dank je wel. Merci. Dat is gewoon heel belangrijk, want je wil scoren, weet je wel. Je wil gewoon echt scoren. Je wil gewoon die drugs, je wil je high weer hebben. Dus vooral hoeren. Ik denk dat jij het heel goed zou doen met... Joh, dan verdien je geld, echt waar. Dan kan je gewoon... En af en toe een yoghurtje nemen of vla. En veel vitamintjes, hè? Ja, dat was dus Milene.